Hallo allemaal, nieuw programma, de natuurlijke schoonheidstips van Gul. We gaan natuurlijke producten gebruiken, zoals met yoghurt en dan lekker fris en allemaal vitamine C, A, B, C, van alles. En dat is ook natuurlijk voordeliger voor iedereen. En dan lekker wat je in huis hebt en dan kan je gebruiken voor je gezicht. En dat is natuurlijker allemaal. Dat gebruik ik altijd, dus dat is mijn tip dan. Dat raad ik ook voor iedereen. Dat is hartstikke gezond dan. Wat ga je vandaag doen? Ik ga beginnen vandaag met yoghurtmasker. Yoghurt moet dikke yoghurt zijn, niet van een yoghurt uit de pak. Gewoon een Griekse yoghurt of Turkse yoghurt die in de Turkse winkel kan halen. Moet echt een dikke yoghurt zijn. We gaan eerst het gezicht reinigen met citroen. Moet echt, dat is vitamine C natuurlijk, dat is altijd goed. En dan een beetje water. En dan gaan we ermee reinigen. En daarna gaan we dat yoghurt doen. Er zit er gewoon yoghurt. En dan gaan we klein beetje citroen. En dan gaan we beginnen. En dan smeren we op het gezicht. Van welk type huid is dit? Dat is voor alle type huid, dus droge huid en ook voor vettige huid. Omdat de droge huid houdt de yoghurt lekker zacht. En de citroen is ook reinigd en ontvet. Ja. Even goed huid schoonmaken. Dat is om de porium open te maken. En dan zo helemaal goed reinigen je gezicht. Straks als het helemaal klaar is met je yoghurtmasker, dan voel je het resultaat heel goed. Hoe voelt dit? Het voelt zo koel. Cool. Zo. Ja, lekker, inderdaad. Lekker, ja. Daarom moet het een dikke yoghurt zijn, hè? Als je een beetje echt vloeibare yoghurt hebt, en dan is het moeilijk op je gezicht te smeren. En hoe lang moet dit intrekken? 10 minuten. 10 minuten, een kwartier, wat het. Maar natuurlijke producten gebruiken is altijd beter dan dat je wat uit de winkel. Ja, er zijn ook wel. Maar ja, ik vind het fijn. Dus zeg ik, ben bijna 55 jaar. Misschien, ik heb 1 keer van mijn leven masker en pillen gekocht. De rest doe ik allemaal echt gezonde spullen gebruiken. Dat is wel fijn. Ja, en dat is natuurlijk, natuurlijk. Hoort het zo dik erop? Ja, dat hoort erbij. Dat moet gewoon lekker dik op gaan. Moet helemaal intrekken. Daarom moet het echt lekker dik op zijn. Dat resultaat natuurlijk zie je niet in 1 keer. Dat moet je een paar keer gaan gebruiken. En dan kom je pas achter dat het wel helpt. Want ik heb ook nog veel meer tips. Dus proberen wat het beste voor je gezicht is. En dan kan je dit aanhouden 1 keer in de week. En hoe voelt het nu? Ik voel dat het trekt. En het voelt ook fris. En dan doen we zo. Met koud water, met doekje, even om op te frissen nog. Dat is goed voor de bloedsomloop. En dat is de laatste tapje. En dan is het klaar. Zo, en dan crème op, wat je altijd dagelijks gebruikt. Dus kan er makkelijk wel een crème overheen. Oké. Al je natuurlijke schoonheid komt naar voren. Hoe voel je? Nou, ik heb hier een paar pijsjes. En ze heeft. Ik voel dat het hier prikt. Dus het helpt wel, denk ik dan. Ja, dus ook de En bedoeling. het begon zo te trekken. Het voelt wel fris. Nou, lekker. Dank jullie wel.